De laatste voorbereidingen worden getroffen. Nu het coronacentrum Roermond bij het Van der Valk Theaterhotel De Orangerie opengaat. Het centrum bestaat uit een thuiszorghotel en een huisartsenpost. Door een samenwerking tussen de zorgorganisaties kunnen de coronaverdachte patiënten uit Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk worden opgevangen. Nou, waarvoor dit zorghotel bedoeld is, dat zijn mensen die thuiszorg nodig hebben, of omdat ze dat al thuis hebben, of omdat ze ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis. Die kunnen door verwijzing van de huisarts hier terecht. Dus het is echt een verplaatste thuiszorg. Daarom noemen we het ook een thuiszorghotel. Niemand kan hier zelf naartoe. Je wordt verwezen via een huisarts. En dat kan de eigen huisarts zijn in een dagsituatie of de dienstdoende huisarts in een dienstsituatie. Het is echt in heel korte tijd, en dan praten we echt over een tijdbestek van een week, hebben we dit kunnen realiseren. Daar waar we anderhalve week geleden in een ketenoverleg, en het ketenoverleg is een overleg van alle bestuurders van de instellingen, de zorginstellingen, de huisartsen, maar ook de ziekenhuizen, bij elkaar komen wekelijks op dit moment in een soort crisisberaad. Daar is het initiatief genomen en heeft ertoe geleid dat we binnen een week, het is bijna innovatie in de zorg zeg ik bijna, deze faciliteit hebben kunnen realiseren. We zitten in een abnormale periode en we hebben te maken met een hele grote, echt extreme zorgvraag. Allemaal mensen die zorg nodig hebben aan de ene kant. En aan de andere kant personeel, artsen, huisartsen die ook ziek kunnen uitvallen. En we moeten toch op een of andere manier die zorg blijven leveren. En dat haalt de zuilen tussen de zorg weg. En ik ben er trots op hoe wij in no time voor elkaar krijgen met alle medewerkers die daar knetterhard aan gewerkt hebben om in een week tijd dan ook een voorziening te treffen die daaraan bijdraagt. Het coronacentrum wordt geopend om de huisartsen, thuiszorg en de ziekenhuizen in de regio Noord- en Midden-Limburg te ontlasten. Er worden eerst 24 zorgplekken ingericht met de mogelijkheid tot uitbreiding. We hebben hier en een huisartsenpost en we hebben hier een thuiszorghotel. De reden waarom we die combinatie doen is eigenlijk gewoon om op een efficiënte en effectieve manier de capaciteit die er is bij huisartsen en de thuiszorg in te zetten. Dus als mensen hier aankomen op verwijzing van hun eigen huisarts, dan worden ze gescreend, krijgen ze een aantal vragen hier van de dienstdoende huisarts in de huisartsenpost. En afhankelijk daarvan zijn mensen welkom om in het hotel te verblijven. Er zijn eigenlijk twee indicaties, hè, om het maar zo te zeggen. De ene indicatie is dat er mensen thuis zijn die eigenlijk zieker worden, maar nog niet naar het ziekenhuis hoeven. Dus dat is een indicatie om hier opgenomen te worden. En de andere is dat er in het ziekenhuis patiënten liggen die inmiddels uitbehandeld zijn voor het ziekenhuis, maar die eigenlijk naar huis kunnen omdat er thuis geen goede opvang is. Dus dat is de tweede groep. Wij beginnen, en daar is de organisatie vandaag op ingericht, met 24 bedden. Dus dat is de capaciteit waar we nu mee starten. En we kunnen die iedere dag opschalen, dus het kan meer. Dus tot uiteindelijk alle bedden vol liggen. Daarbij is het natuurlijk wel heel erg belangrijk dat het afhankelijk is van de hoeveelheid personeel die we kunnen organiseren. Wat ook de reden is dat we via de aparte website mensen oproepen die deskundig zijn en bereid zijn hier te werken om zich vooral te melden. Dus de hoeveelheid bedden die we uiteindelijk kunnen benutten hangt zeker af van de beschikbare personele capaciteit.